Een koningspython is een erg leuk huisdier, maar je moet wel goed weten hoe je ze moet verzorgen. Inmiddels heb ik meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen en het kweken van een koningspython. En in deze video vertel ik je alles wat je moet weten, dus blijf kijken. Van terraria bij hobbyisten tot terrariumbeurzen en van dierentuinen tot dieren in de natuur, alles komt voorbij. Ik ben René, jouw gids in de fascinerende wereld van onze geschupte vrienden. Dit is René's Reptielen. De koningspython is een veelgehouden soort omdat ze vaak rustig zijn, ze worden niet al te groot en ze zijn er in allerlei verschillende kleuren. Ze worden ook wel balpython of regiussen genoemd en de wetenschappelijke naam is Python regius. Voordat je een koningspython aanschaft is het belangrijk om te weten dat ze wel 50 jaar oud kunnen worden. En dit is Petra. Petra is nu 11 jaar oud en veel groter als Petra is, worden ze niet. En Petra die zit met een vervelling nu op iets meer dan 1,5 meter. We gaan het eerst hebben over het terrarium. Voorheen hield ik mijn dieren altijd in die curvebakker. Samla was dat volgens mij van de IKEA. De grootste curvebakker die ze daar hebben. En daar aten mijn dieren hartstikke goed. En daar kweekten ze ook als een trein. Maar inmiddels ben ik van mening dat ze beter in het terrarium gehouden kunnen worden. Omdat ze daar veel meer van hun natuurlijk gedrag kunnen laten zien. Over de grootte van het terrarium is gewoon heel erg veel discussie. Zelf hou ik mijn jonge koningspythons in een terrarium van 1 meter bij 50 bij 50 centimeter. En mijn volwassen dieren in een terrarium van 150 bij 50 bij 50 centimeter. En naar mijn idee zijn dat ook de minimale maten die je moet hebben. Het maakt niet uit van welk materiaal het terrarium gemaakt is. Zelf gebruik ik glas of OSB-platen. Maar eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar betonplex. Want betonplex houdt meer warmte vast en kan wat beter tegen vocht. Maar ook PVC-terrariums zijn prima om te gebruiken. Als bodembedekking kan je bark, kokopiet of humus gebruiken. Of een mix hiervan. En ja, die bodembedekkers houden goed vocht vast. En dat zorgt weer dat de luchtvochtigheid wat hoger is. Dus dat is eigenlijk wel geschikte bodembedekking die je kan gebruiken. Het is erg belangrijk om je terrarium te vullen met heel veel schelplekken. En die schelplekken die kunnen gemaakt zijn van rotsen, van stenen, van bladeren, van takken, van plastic. Noem maar op, het maakt niet uit. Maar als ze te weinig schelmogelijkheden hebben, dan raakt het dier gestrest en dan gaan ze vaak stoppen met eten. Dan gaan we het nu hebben over de temperatuur en de luchtvochtigheid. En iets wat mij vooral is opgevallen als het gaat om de temperatuur is het dat koningspythons houden van warmte. En op je koelste plek wil je het dan ook niet onder de 24 graden hebben. En op de warmste plek mag het wel oplopen tot 35 tot 40 graden. En daartussen wil je een temperatuursgradient creëren. Dat wil zeggen dat je het aan de ene kant van het terrarium echt warm hebt. Bijvoorbeeld die 35 tot 40 graden onder de spot. En dan ga je naar de andere kant van het terrarium waar het dan langzaam afloopt tot 24 graden. En zo kan je dier altijd kiezen waar die wil zijn en wat de ideale temperatuur voor het dier is. Dat is trouwens ook de reden waarom ik de lampen van mijn terraria vaak aan de zijkant heb hangen en niet in het midden. Zodat je een mooi temperatuursgradient kan creëren. Nou, de lamp wil je ongeveer 12 uur per dag aan hebben. En dat betekent dus ook dat het 12 uur donker is in het terrarium. Om ervoor te zorgen dat je temperatuur niet daalt onder die 24 graden, ja, hoef ik hier eigenlijk niets te doen, want ja, mijn kamer is gewoon verwarmd. Op dit moment is het, ik zie 28 graden, dus is hier gewoon hartstikke warm. Dus mocht je denken, wat is die jongen aan het zweten? Dat is dus de reden. Maar ja, je kan ook andere manieren gebruiken om je terrarium te verwarmen. Ik heb er trouwens een filmpje over gemaakt, dus check die eventjes. Maar dat kan zijn met warmtematten, met warmtekabels. Blijf altijd een thermostaat gebruiken als je die toepast. Want anders dan heb je kans dat het terrarium juist oververhit raakt. En dat wil je sowieso niet hebben. De luchtvochtigheid wil je tussen de 60 en 80% hebben. En als je dier gaat vervellen, dan kan je die naar 90% brengen. Ik raad dan ook echt iedereen aan om een hygrometer aan te schaffen en een thermometer. Want dan kan je die luchtvochtigheid en die temperatuur goed monitoren en aanpassen wanneer het nodig is. Voor mij werkt het om om de dag te sproeien bij de koningspythons. En dan sproei ik 1/3 van het verblijf, dus niet het hele verblijf. Dan sproei ik de achterwand en de bodembedekking. En dat doe ik dan op de warme kant, dus onder de lamp. De luchtvochtigheid is gewoon heel erg belangrijk, want als je die niet in orde hebt, dan heb je kans dat je dier niet goed vervelt of niet juist door die vervelling heen komt. Dus vandaar dat je die luchtvochtigheid tijdens die vervelling nog even ietsjes hoger wil hebben. Gaan we het nu hebben over het dieet. Koningspythons zijn carnivoren en eten voornamelijk muizen en ratten. En het is heel erg belangrijk dat je de juiste grootte van je prooi kiest. En ik doe dat altijd als volgt. Ik kijk naar het dier en als het dier bijvoorbeeld 10 centimeter dik is, dan zorg ik dat ik een prooi geef van 10 tot 15 centimeter in dikte. Dat kunnen ze dus wegeten. Dus op die manier doe ik dat. Het voeren doe ik eens in de 7 tot 10 dagen voor juvenielen.
En eens in de 10 tot 14 dagen voor volwassen dieren. Maar soms stel ik dat nog wel wat langer uit. Ik kijk ook voornamelijk naar het dier. Elke avond als ik naar bed ga, kijk ik eventjes van tevoren, is er activiteit. En ik voer pas echt als ze actief op zoek zijn naar prooidieren. En dat wisselt nog wel eens wat die periode is. Maar ik wacht ook niet langer dan een maand om weer te voeren. Als een dier moet vervellen, voer ik sowieso niet, want meestal weigeren ze dan. En ja, als een dier sowieso een keertje weigert, vind ik dat geen probleem. Dan krijgt hij de volgende keer gewoon weer als ik ga voeren. En eet je koningspieter nou een langere tijd niet, meestal is dat ook geen probleem, zolang ze maar niet afvallen in gewicht. Doen ze dat wel, kijk dan eventjes deze video die hier ergens in beeld komt te staan. En dan, dan krijg je tips en tricks hoe je daar weer mee om kan gaan. Dan gaan we het nu even hebben over het hanteren, oftewel het vasthouden. En helaas vinden koningspietels dat niet echt fijn om te doen. Dus mijn advies is, doe dat niet vaker dan één keer in de week. Maar doe het zeker één keer in de week, want het is wel belangrijk. Je kan namelijk wat gezondheidskenmerken bekijken. Bijvoorbeeld, tongelt het dier goed? Is hij nog op gewicht? Zie je misschien mijten? Of zijn er andere dingen die je opvalt? Valt je iets op waar je aan twijfelt? Raadpleeg dan een gespecialiseerde dierenarts. En ja, verder hou je dier gewoon goed in de gaten. En je wil je dier ook niet te lang uit het terrarium halen, want in het terrarium zijn natuurlijk die perfecte omstandigheden voor hem. Daar heeft hij zijn schuilplekken, kan hij zich verstoppen, heeft hij de juiste temperatuur, de juiste luchtvochtigheid. En buiten het terrarium heeft hij dat niet. Dus zorg dat je maximaal 5 tot 10 minuutjes je dier eruit haalt. En dan moet hij echt wel weer terug in zijn terrarium. Als laatste gaan we het nog even hebben over het onderhoud. Regelmatig schoonmaken is belangrijk om je dier gezond te houden. Elke dag moet je vieze plekken verwijderen. En elke dag wil je even je dier vers water geven. Uiteraard moet het hele terrarium ook wel eens worden schoongemaakt. Zelf doe ik dat elk half jaar ongeveer. En dan maak ik echt alles even schoon met een sopje. En dan zorg ik ook voor vers bodembedekking. Maar daartussen, hè, dus om het half jaar, daartussen laat ik het gewoon zijn gang gaan. Pak ik gewoon letterlijk de plekjes weg die vies zijn. En vul ik dat af en toe eens eventjes aan. Bedankt voor het kijken naar deze ultieme gids voor de verzorging van de koningspython. Heb je er nou wat aan gehad? Abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. En dan krijg je in de toekomst natuurlijk nog veel meer tips en tricks over onze geschupte vrienden.